De FC staat voor Fatal Champion. Fatal Champion Roelie. Toen ik 7 jaar geleden mijn account aanmaakte, wist ik... Het is niet 7 jaar, het is korter. Toen ik een aantal jaar geleden mijn account aanmaakte, wist ik dat FC ging staan voor Fatal Champion. We hebben een keer eerder meegedaan, toen lagen we in de eerste ronde eruit. Maar nu zitten we in de finale. We hebben net de eerste wedstrijd gespeeld tegen Beetsen. Hij was aan het livestreamen. Dankjewel voor alle Nederlanders die in de stream waren. Dat doet me ontzettend goed. Hij heeft de wedstrijd geüpload gisteren. Als het goed is, ga die zeker eventjes checken. De game was bizar. Het ging uiteindelijk... Ik ga niet zeggen wat het is. Je moet het echt eventjes kijken. Ik ga er eventjes omheen lullen. En daarna verklap ik de uitslag, zodat jullie niet gespoild worden. Eerst eventjes over Beetsen. Ik vind Beetsen een fucking legend. Ik ken hem al een aantal jaar. Ik ga altijd naar events en daar hang ik altijd met hem. Het is in het echt zo'n fucking grappige gast. Een hele goede gast. En ik spreek hem dus al jaren. En dat wilde ik eerst eventjes gezegd hebben. Het tweede wat ik wil zeggen is dat er heel veel mensen zijn die commentaar op hem hebben. En ook buitenlanders die voor mij zijn. Wat natuurlijk altijd mooi meegenomen is. Omdat hij een heel goed team heeft. Zijn speler is Moments Ronaldo Lima. En hij heeft 2 SPC-spelers. SPC Neymar en SPC Messi. En heeft hij ook nog eens hele goede wissels op de bank. Hij heeft nog wel 2 zilvers. Omdat hij in 1 video verlies had gemaakt. En dus niet die spelers kon upgraden voor de mensen die nog niet weten hoe die regels werken, terwijl dat de laatste video van Fatal is. Maar er zijn mensen die dan haten op hem en de spelers die hij heeft en de spelers die hij gebruikt. En ik moet heel eerlijk daarop zeggen, boeien, dat zijn de regels. Hij maakt gebruik van de regels. We hebben dat ook gedaan. We hebben ook een SPC-speler gedaan. Ik had ook SPC Messi kunnen kiezen. De Player of the Month Messi of de Player of the Month Neymar in plaats van normale Neymar. Heb ik niet gedaan. Heb ik voor gekozen omdat ik niet zoveel munten uit wil geven. Hij doet dat wel, want hij heeft heel veel munten op de game. En om dat nou als reden te zien waarom hij haat krijgt, dat vind ik een beetje apart. Dus wederom, lieve mensen, ik heb ook weer een berichtje gekregen van heel veel Spanjaarden die in het Spaans of in het gebrekkige Engels hadden gezegd dat ze hopen dat ik win. En dat ze het een hele toffe wedstrijd vonden in de vorige ronde. En als ik naar het kanaal van Mikel ging, die we de vorige ronde hebben verslagen op zijn video, talloze reacties met mensen. Good game, I hope you have a good career and good luck in the future. And it's a shame you didn't win, bijvoorbeeld. Het is echt fantastisch hoe sportief wij Nederlanders en ook Belgen natuurlijk, 10% Belgen, shout-out naar jullie, hoe sportief wij zijn. En nu gaan wij Beetsen uitnodigen en dan gaan jullie ook zien wat het is geworden in de laatste wedstrijd. En het was ongekend teringjantje spannend. Ik heb weinig van dat soort spannende potjes gehad, maar ik speelde ook een partijtje goed. Ik speelde heel goed. Pro Trader... is zijn accountnaam. Gek genoeg, grappig genoeg, daar staat hij. We gaan hem uitnodigen voor een game. Je kan het zien. Wij hebben gewonnen. We hebben gewonnen op penalties. We hebben gewonnen op penalties. 3-4 stond bij hem, maar je ziet de win bij ons staan. Uiteindelijk hebben wij gewonnen op penalties. En het is echt, teringjantje spannend. Wij zijn nu live aan het spelen. Ik weet niet of dat een voordeel of een nadeel is. Hij moest net live spelen en concentreren en focussen op het commentaar geven. En nu kan hij gewoon de hele tijd stil zijn. Ik heb zijn stream erbij staan. Even kijken wat zijn plannen zijn. Hè. Ik moet dit een beetje in de gaten houden. Die ga ik zo uitzetten natuurlijk. Om enige afleiding te voorkomen. Voor de rest ga ik proberen zoveel mogelijk erin te laten in deze video. Als er soms stilte zijn, oké. Okay, maar dat hoort erbij. Dat is een deel van de spanning in deze finale. En voor de rest, ja, sowieso ook Beetsen die het toernooi heeft georganiseerd. Shoutout naar hem voor mij vragen mij mee te laten doen. Er zijn veel mensen die mee wilden doen. En wij mochten meedoen, wij kregen die invite. Daar ben ik natuurlijk dankbaar voor. Ik vond het ontzettend tof, dit toernooi. Ik vond het ontzettend tof om te zien hoeveel mensen het close hebben gevolgd. Hoeveel berichten ik heb gekregen. Hoeveel mensen een potje wilden spelen in de knockout of in de plaatsingsfase. In het toernooigedeelte waarin je team ging vormen. Het was een eer om mee te doen. En ik vind het leuk. En ik hoop dat het nog een keer gaat komen in de nabije toekomst. Goed, we hebben Beetsen uitgenodigd. Tuurlijk. Zijn team bestaat uit, wat hadden we? Moments Ronaldo Lima. Hij heeft Mbappé. Hij heeft Player of the Month Messi. Hij heeft Neymar. Hij heeft Veron, heeft hij ook. Hij heeft een zilveren Braziliaan. Heeft hij dan wel Mbappé? Ja, hij heeft wel Mbappé. Een zilveren Braziliaan Wallace, die in de rust wisselt voor Kanté. Hij heeft een zilveren linksachter, die wisselt in de rust voor Moments Alexandro. Op verdediging heeft hij Koeman en Van Dijk. Op rechtsachter heeft hij Semedo. En op goal heeft hij Alisson. Dat is zijn team. Daar moeten we het tegen doen. Ik ga eventjes een glaasje water voor mezelf inschenken. Want mensen, blijf toch zeker gehydrateerd, hè, met deze warme dagen. Het lijkt misschien minder nerveus dan in vorige wedstrijden, maar dat is zeer zeker niet het geval. Ik ga ook mijn audio aanzetten. Het kan zijn dat je een hele lichte echo hoort. Heel licht. Dat is dan maar zo, mensen. Dat is dan maar zo, want
We gaan er tegenaan. Ik speelde net ontzettend aanvallend met aanvallende backs die veel gevaar deden. Of veel schade aanrichten, wilde ik zeggen. En nu ben ik afgeleid terwijl ik die instellingen wil instellen. Hij was er ook verrast over, hoorde ik hem zeggen. Over die aanvallende backs. Dus dat element of surprise is nu een beetje weg. Koeman. Die paast op Veron. Op Salvio. Kijk. Zo voetballen we er wel onderuit, hoor. Ja, kijk, daar gaat Renato Sanchez aan. Vallende backs. Voorzet. Ah, nee, oh, hij ging er nog bijna per ongeluk in. Zo, die Wallace die zet gewoon mijn team of the year Mbappé ervan af. Messi moet op een gegeven moment gaan stoppen. En dan maakt Ronaldo Lima die ding. En dan doet hij een sleepje. En dan hebben we hem gelezen. Oké, die sleep doet hij elke keer. Ja, dit is het nadeel, hebben we al geconcludeerd, van die aanvallende backs. Die vallen... Hij kopt een corner binnen, zonder te timen. Zijn Mbappé kopt een corner binnen ineens. Holy shit. Oké. Dit had ik even niet zien aankomen, die corner. Dat had ik eventjes niet zien aankomen. Het verdedigen ging wel goed. En nu wint hij een kopduel. En Idrissa Gana die in plaats van dat hij kopt, springt hij naar achter. Oh, jongen. Hier baal ik van. Want ja, hier konden we in principe niet zo extreem veel aan doen. Veron. Mendy. Oh, we kunnen er net niet bij. Ja, die glitcht hem erdoor. Ja. En Lloris heeft hem. Oh mijn god. Die moments Ronaldo is zo gevaarlijk. Hij gaat hem kort geven. Niet Salvio. Tussen twee man in. Dat is een waardeloze bal. Sanchez heeft hem. Ikoné. Neymar. Op Mendy. Ja. Boom, 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 aanvallende backs. Verlan, Mendy komt opstomen. Daar geeft hij hem voor. En Team of the Year, onze vetelspeler Mbappé, die scoort. Huts, staat weer gelijk. Ja, dit is dan toch weer volledig door toedoen van Verlan, Mendy. Zo belangrijk, nog belangrijker dan mijn spitsen. Want hier geeft hij de bal ontzettend lekker voor. En Kylian, onze vetelspeler, die doet het op het moment dat het moet. Wat een fantastisch team. Ik ben verliefd op dit team. Ik wil nooit afscheid nemen ervan. Oké, ja. En nu gaat hij weer slepen en dan glitcht hij door en dan scoort hij vanaf de aftrap. Ja, het is... Dat is waarom die man 15 miljoen is, hè. Dat is waarom die man 15 miljoen is. Omdat je weet wat hij gaat doen, maar je kan het niet stoppen. De glitcher. Ja, ik stapte in met Ramos. Misschien moet je... Ja, ik weet... Ja, oké. Goed, beginnen we weer. Kijk, ik wist dat dit niet makkelijk ging zijn, maar dit is toch wel heel erg taai. Oh, we doen het trucje wat hij altijd doet. Oh, Alisson heeft hem. Wat een dribbel. Ikoné. Heel flikkie. En voorslingeren. Nee. Penalty. Ja. Oké, we hebben net die penalty shootout gehad. Rood. Haha. Dat is kut. Oké, we hebben net in die penalty shootout elke keer hier rechtsboven de hoek geschoten. Hij moet een keuze maken en dat doet hij niet. Als hij stapt voordat die penalty is genomen... Dan, sorry voor die rode kaart, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Als hij stapt voordat die penalty is genomen, dan heeft hij hem niet. Oh, en zijn zilveren speler is eraf. Dat is een speler die wisselde. Oh, dit is zo goed. Wat gaat hij dan doen? We gaan Ikoné eraf halen, want daar ben ik niet extreem fan van. Hij is te slap. En hij heeft maar 4-ster volgens mij, ja. En dan zetten we Ronaldo in de spits. Dat werkte net ook goed. Die scoorde net voor ons in de vorige wedstrijd. Ja, en voor de rest, ik heb mijn aanvallende backs heb ik wel aangezet. Want dat merk je ook. En nu kunnen we er overheen denderen. Nu kunnen we er overheen denderen, lieve mensen. Poeh. Dit is spannend. Dit is heel spannend. Kijk, als wij verliezen, dan komt er nog een derde pot. Dat is één ding dat zeker is. Dus het hangt niet af van deze wedstrijd. Maar we moeten dit winnen. Want we gaan het niet in een hele betere situatie krijgen dan dit. Oh ja. Ronaldo. Penalty. Ja, ja. Hij werpt hem omver. Geen rood voor Kouwman. Wat gaan we doen? Gaan we hetzelfde doen? Hij weet niet dat hij in de hoek moet staan als we dat doen. Ah, kutzooi. Ik wilde hem terug doen. Want hij liet hem daar staan. En ja. Ah, Mbappé. Onze Mbappé kopt hem niet binnen. Ah, die penalty. Ik wist het. Ik kan hem gewoon links moeten schieten. Dat wilde ik ook doen, maar dat deed ik te laat. Hij stapte op het juiste moment. Ja, nu gaat hij scoren. Ja, het is Ronaldo Lima.
Die scoort dan. Dat weet je. Je kan het niet afstoppen. Kloten. We hadden die penalty moeten scoren. Dat gaat dan te veel in je kop zitten. Mbappé. Boom! Come on! Let's go! Kylian Mbappé Lotte. Onze vetelspeler. Lekker draaien met Ronaldo. Ik ben overbelicht. Het maakt me niet uit. Want de zon schijnt. Het is een fantastische tweede paasdag. Jezus is weer tot leven gekomen. Of weet ik veel wat. Ik ben niet zo heel goed erin. Zo. Wat ben ik overbelicht. Kijk, dit is alweer een stuk beter. Gewoon mijn gordijnen dicht doen. Mensen zeggen altijd lekker je gordijnen open doen. Zonlicht. Maar dat werkt helemaal niet goed. Ben ik daar nou echt mee bezig in de finale? Jazeker. Oh jee. Oh jee. Zo, we hebben hem. Angelo. Dat was eventjes spannend, hè? Dit is goed. Boom! Oh nee! Ik choke weer! Ik had gewoon moeten draaien. Oh, we gaan naar de verlenging. Dat is prima. We gaan naar de verlenging. Dat is prima. Hij heeft een speler minder. Zijn spelers moeten meer meters maken. Die zijn vermoeider. De fitness van onze spelers is nog steeds wel degelijk. Dus, ik denk dat wij het voordeel hebben in deze verlenging. Sissoko. Garincha. Oh, hij schiet hem naast. Ons geitenneukertje. Sissoko. Boom. Op de paal. Dat was eventjes zenuwslopend. Oh, klote Ramos. Ramos, wat doe je nou? Oh, hij gaat er via de binnenkant paal in. Dit is een ontzettend goed doelpunt van hem. Hij heeft ook gewoon Team of the Year Kante. Oh, ja. Die bal met Ramos. Ik wilde hem in één keer doorspelen en hij deed het met zijn linker niet goed. Ja, je weet dat dat kan gebeuren. Je weet dat dat kan en gaat gebeuren. Die Koeman die voelt zo snel aan. Het is echt raar, want zo snel is hij niet. Laatste aanval. Ja, die ballen zijn allemaal zo kut, want ik speel teampress en dan gaat iedereen te ver naar voren. Die gaat direct naar voren lopen, dit wil je niet. Ja. Boom. Nee, Alisson heeft hem. Ik had hem nog een keer moeten afleggen. Nee, en heeft hem weer. Oh. Zoveel kansen, zoveel gechoked. Ja, ik lijk wel een pornoster. Zoveel ben ik aan het choken, man. Ja, dit is geheel aan ons te danken, want ik denk dat wij wel... Nou, het ging gelijk op in kansen, alleen we hadden het recht moeten trekken. Die fout met Ramos, die kwam ons uiteindelijk duur te staan. En nu gaan we dus een volgende wedstrijd spelen. De tweede game van deze video, de derde game in totaal. De allesbeslissende Gimma. Goed shirt heeft hij, goed ondershirt. Hij heeft een bronzen linksachter omdat hij het rood heeft gepakt. Ja, zou normaal gesproken kut zijn, maar hij wisselt sowieso zijn linksachter toch altijd eruit. Net in die wedstrijd was het fijn, maar nu achteraf was het misschien fijner geweest als dat een andere kaart zou zijn die eraf zou komen. Net ging het naar de verlenging. We hebben heel veel 1-op-1 kansen gehad. Hij heeft ook een aantal kansen gehad. Het ding is dat bij hem de kansen vaker een doel zijn omdat hij gewoon die moments Ronaldo heeft die overal doorheen beukt, voor mijn gevoel. En bij ons, is het toch elke keer een lichte choke van mij die leidt tot een tegendoelpunt. Maar we spelen nu met daglicht in het stadion. We gaan niet balance, we gaan attacking. We spelen nu met in de dag in het stadion, in dit fantastische stadion. En dit is fantastisch. En nu raken we de bal kwijt, want ik loop te kutten. Goed. Het begint lekker. Idrissa Gueye en met zo'n bikkel. Kloten, we moeten ook proberen nu zoveel mogelijk vanaf de vleugel aan te vallen. Omdat hij die bronzen guy daar heeft staan die in de rust gaat wisselen. Maar goed, we gaan het meemaken, hè, lieve mensen. Een blauw duimpje zou nog steeds heel top zijn. Je kan nog steeds abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Hij gaat nu niet terugkappen. Nee. Voor de rest. We shall see, hè. Mon frère, mes amis. Dit is ook weer niet helemaal de bedoeling. En nu loopt hij hem eroverheen. En nu brengt hij hem terug. En Laurie, die heeft hem gelukkig. Het gaat al lekker in het begin. Het gaat heel goed. Niet buitenspel. Ja. 1-2'tje. En dan zit die bronzen ertussen. En dan hebben wij hem gelukkig nog.
Mbappé, boom. Geen buitenspel en een doelpunt van ons Kylian, team of the year, Mbappé. Fuck yes. Fuck yes. Fuck yes. Volta, bitch. I love Volta. Hele goede bal. Heel goed geschoten. Ja, ik moet het misschien gewoon meer doen met Mbappé. Meer schieten. Hij heeft 96 shooting. Ik zat er net naar te kijken. Ik denk, ja, die Ronaldo Lima, die schiet alles. Maar dat komt ook omdat Bateson gewoon schiet. Die probeert het gewoon. Wij... Ah, klote. Angelo. Oh. Nee. Iconé. Sebas Veron. Sebas met je vleespet. Kaal-Argentijnse knuffelkoning. Boom. Als ik... Nee, niet als ik win. Dan neem ik niet dezelfde koep als Veron. Maar wacht maar. Over 10 jaar heb ik dezelfde koep als Veron. Want het gaat ongelooflijk hard hoor, lieve mensen. Het gaat ongelooflijk hard. Het is ons Sebas. Ons Veron. Mensen zeiden nog... Waarom Veron? Hij is tantoe slecht. Maar nee, hij doet het op het moment dat het het belangrijkste is voor de club. Boop, 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 boop. Oh jee, dit is kloten. Angelo, dit is goed. Ali Risa Aygun zit me ondertussen te DM'en. Is op dit moment de number one fan. Ali, shout out naar jou. En daar gaat Neymar tegenover die bronzen. Boom. Oh, Alisson heeft hem. Alisson heeft hem. Dit had die 3-0 moeten zijn over die vleugel. Oh, Mbappé, wat een goede kopbal. Ja, dankjewel, dankjewel. En gaan we nu proberen nog een laatste aanval erin te zetten. En ja, dat gaan we zeker te weten en proberen, lieve mensen. En dat mag ook. Want daar, Renato Sanchez, Mbappé. Ja, korte hoek. Oh, weer die Alisson. Weer die Alisson die uitkomt rennen als een idioot en me daardoor verrast. Want als hij was blijven staan, dan had hij hem gewoon gehad. En nu had ik een bal moeten doen, wat ik normaal gesproken altijd doe. En we are all over him. Maar hij heeft nog wissels. Hij heeft nog wissels. Want daar is Alexandro. Die is er net vers ingekomen. Die trappen we nu gelijk dood. Op Veronnetje. Laat Veron in je hart. Hij schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Ook al is het maar even. Boom! Jongens, dit is wel heel erg fijn. Het is toch Iconé die het doet. En ook dat is heel erg aangenaam. Heel erg aangenaam. En ik kan hem al een beetje ruiken. En dat zijn niet de angstpoepjes die ik heb gelaten. Nee, dat is de geur van overwinning. Dat is het. Oh! Oh, oh, daar gingen we bijna. We zijn aan het spelen nu. We zijn aan het spelen nu. Veron, niet te verwarren met die andere kale vleespet. Maar dat is Ronaldo Lima en die kan toch heel veel meer schade aanrichten. Zou je verwachten. Deze bal is voor jou, Sebas. Boom. Salvio, die bal blijven. Mbappé, die gaat toch rennen. Ja, dat doet hij de hele tijd. En nu... Oh, Lloris redt me. God, non dieu, dat had de 4-1 moeten zijn. Ja, dat was nog niet heel veel in de klauwen geweest. Nu komt hij hem binnen. Oh, Veron, Sebas. Met zijn kale vleespet. Ja, ze normaal gesproken veel grip op de bal moeten krijgen. Maar dat gebeurt nu niet, dat gebeurt nu niet. Dan gaan we naar de links achter. En dan zie ik daar... Oh, Dessy, die... Die is keurig. Kaarsje. Oh, Sanchez en iedereen loopt. Oh, het zal toch ook allemaal niet, joh. Sissoko, de bekroning. De bekroning. Dit is een hele domme bal. We hebben hem. We hebben hem. De FC staat voor Fatal Champion. Hey. Ja, nou. Fucking fantastic, mate. GG Bateson. And for all the viewers that are now watching that don't understand any word from what I just have said, thank you for watching or skipping through the video probably, since you don't understand it at all. It was a real honor to participate in this tournament. Thank you to Bateson for hosting it. I know I've gotten some slack for playing defensive, which I don't normally tend to do, which I most of the time don't. But yeah, we fucking won it, mate. Let's fucking go! Als je kijkt naar de statistieken, is het ook wel redelijk verdiend. Natuurlijk, natuurlijk. Ik heb zelf gespeeld. Maar als het slecht gaat, blame je altijd de spelers. En als het goed gaat, ga ik ook alle credits geven aan de spelers. Deze 11 mannen, deze 11 strijders hebben het gedaan. Ik ben ontzettend trots op dit team. Het heeft een emotionele, sentimentele waarde voor mij.
Zonder ze had ik het niet kunnen doen. En ook niet zonder jullie, want jullie hebben ze gekozen. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren. En ik check jullie allemaal later. Joejoe. Oh, fucking fantastic.